Yo mensen, tof dat je naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY1999. Tegen mij vandaag weer een nieuwe Robin van Persie AS Monaco Courier mode. In deze aflevering start we met de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain. Een hele, maar ook een hele belangrijke wedstrijd voor de ploeg van van Persie. Dit zijn onze elf spelers die gaan beginnen aan deze wedstrijd. En laten we hopen op een goede wedstrijd. We gaan kijken wat het gaat worden. Aas Monaco tegen Paris Saint-Germain. Gaan we door. Hoe gaan we door. Gaan we het blijven, goed blijven doen in de competitie. We zijn begonnen na afstand. We gaan kijken wat de wedstrijd wordt. Monaco. Aas Monaco tegen Paris Saint-Germain. Kennedy. Monaco begint sterk. Wil er gelijk weer uitkomen. Lukt het ons ook hier met Kennedy? Kennedy. Voor de bal. Nee, verdedigd door Paris Saint-Germain. Eerste ingoed is voor Aas Monaco. Robert Boosnik, Kennedy, Bazoer. Bazoer, Fofana. En die schiet hem gelijk binnen. Het is de 1-0 voor AS Monaco. En het is de, de middenveld die toch al sinds een tijdje in de basis staat van, van PSG. En hij scoort ook dus de 1-0. Fofana. En 1-0 is er voor AS Monaco. Youssouf Fofana. Al 20 minuten aan de gang. Nog steeds 1-0 voorsprong. Het lijkt erop dat hier toch op jacht gaan naar de 2-0. En die valt ook 2-0 voor AS Monaco. Het is nu Geubels met het doelpunt. En in de 20ste minuut komt AS Monaco op de 2-0 voorsprong. Een goede, zetten, een goede start tegen Parijs. Sergio's, is het zeker. Maar laten we hopen dat de ploeven van, van PSG dat ook zo weten te houden. 2-0, al vroeg in de wedstrijd. We hopen dat het zo blijft. Geubels met de 2-0. tweede ook in de league. 1. Uh. Vlak naar het doelpunt van Goebbels komt nu meer Paris Saint-Germain uh, in de balbezit. En ze gaan ook richting het doel van Trommel. Uh, die is de eerste wedstrijd, speelt dus voor, um, voor Aas-Monaco. Hier komt wel Mbappé. Mbappé ver Mbappé uit zijn doel. En dan is het ook het doelpunt. Het is de 2-1. Het is uh, de aansluitingstreffer van Paris Saint-Germain. Maar het wordt wel weer spannend. Het is de eerste trouwens in de league van Mbappé. En het is dus hier de 2-1. Nog steeds de voorsprong, maar toch wel weer. Uitkijker blazen voor Aas Monaco. Want Paris 6 is meer in de avond. Hier met Neymar. Neymar draait daar goed weg. Jammer genoeg. Valvaarde. Kan Aas Monaco de bal snel terugkrijgen? Kunnen we er wel snel terugkijken? Zapata. Het lijkt er niet op. Nu komt er een kans voor de tegenpartij. Zapata komt daar langs. Dan komt er een kans voor de 2-2. En die valt ook. Het is alweer heel snel binnen het half uur de gelijkmaker van Paris 6 Het is Zapata met de 2-2. En zo kijken dus weer tegen een gelijke stand aan. Maar kan Aas Monaco gelijk antwoord geven? Dat is de vraag. Proberen het wel. Er loopt er alleen geen één speler vrij voorin. Moeten we moeten dus even wachten met de voorzet. Maar hier gaan we zelf maar met de rechtsachter proberen. Want nog geen Bozeniek. Bozeniek Ik heb het vaker gedaan. Ook voor Feyenoord. En hij doet het hier ook. Het is de 3-2 van Aas Monaco. En het is de spits die uh, ja, dit soort toch onze doelpunt moet gaan maken. Dat zoals bij Feyenoord deed. Het is dus, uh, Robert Bozeniek. Het is 3-2. En hij zet Aas Monaco weer op een voorsprong. En zo is het dus vlak voor die 3-2. En zijn we nu ondertussen begonnen aan die tweede helft. Waar is men sterk leek te beginnen. Maar Asmon ook heeft het een goed onderschept. Geubels. Voor Fana. Je kan de bal natuurlijk zo snel mogelijk geven op Boznik. Die wil heel, vaak, heel graag scoren. Bazur die gaat nu hier niet uh, in het doel. Het doelbeeld van Bazur. Of niet het doelport, Het schot van Bazur. Dus het doelbeeld dus voor de doelman. Navas. Navas richting Zapata. Of uh, laatst. Of de verdediger. Het is uh, Zapata. Die krijgt hem maar wel vaardig. En Neymar. En Mbappé. Nu moet druk gezet worden door de, door, de, door de verdediging van Haas Monaco. Dat lukt hier ook. De bal bij Zagreb terecht komt in Kennedy. Kennedy. Goeie paas. Bozeniek. Nee, net niet terug op Kennedy. Dit is bal dus weer voor Paris Saint-Germain. Zapata. Zapata. Mbappé. Mbappé komt daar langs. Kilian Mbappé. Tackle is niet goed. Dan nog steeds Mbappé. Tweede staan Louis Luis-Philippe bijna. Mbappé nog steeds. Mbappé komt daar bij Zapata aan. Man van de gelijkmaker, Zapata. En hier de tackle van achteren zorgt voor dat het een overtreding is. De vrije trap is op een gevaarlijke plek en we gaan een wissel doen. Ik ga de man van 1-0 naar de kant halen. Fofana gaat naar de kant. Zijn vervanger er wordt Xavi Simons. Die ga ik in het elftal zetten. Kijken of hij wat kan doen, Xavi Simons. En dan gaan we kijken wat die vrije trap gaat worden nu voor Paris. Germain. Hopen op een, ja, de bal die wij kunnen weghalen. Eerste wissel hier, Fofana naar de kant. Xavi Simons binnenlijnen. En de vrije trap is hier dus nu voor Paris Saint-Germain. Wordt genomen hier de vrije trap. Gekopte redding van Drommel. Goed gedaan. En Berghuis die de bal opvangt. Berghuis naar Xavier Simons. Maar dat is buiten spel of zo. Geen idee. Of Hens, denk ik eerder. Van Berghuis. En de vrije trap is voor Paris Saint-Germain. Ook weer gevaarlijk. Kopkans niet. Nog steeds Hazard. En nu is het een vrije trap voor Aas Monaco. Nu 62, dus nog steeds die 3-2 voorsprong. De bal hier richting uh, Zagré. Kennedy. Kennedy, goede paas op Robert Bozny. Komt hij jammer genoeg net niet langs. De bal dus nog steeds voor Paris Saint-Germain. De bal bij MWP terechtkomt. MWP, Neymar loopt gelijk vrij. Tot nog steeds MWP. MWP, druk wordt gezet door AS Monaco. 25 minuten nog te gaan deze wedstrijd. Bij de 3-2 voorsprong. En AS Monaco heeft de bal terug. Xavi Simons, geen goede paas. Dat is weer wat minder. De bal zit dus weer voor de Paris Saint-Germain. Het is uh, fout hoor, bij AS Monaco steeds. Wanneer in de verdedigende optie gaat het nou wat redelijk beter? Xavier Simons, Berghuis, Geubels, Nieuw Bozenik. loopt de vijf, ja, Robert Bozenik. Robert Bozenik dan uh, later de tweede helft voor de 4-2. En voor de beslissende, zou je kunnen zeggen, met de 20 minuten op de klok die nog, te, die nog zijn te doen, is het hier de 4-2 van Robert Bozenik. Zijn tweede van de wedstrijd, tot nu toe de man van de wedstrijd, waar Fred binnenlijn uh, langs zijn staat om Bassoer te vervangen. Hier zien we het en dit is dus de laatste 10 minuten ondertussen nog steeds de 4-2 voorsprong voor AS Monaco. komt er nog een derde? komt er nog een derde aan de kant van Paris Saint Germain? de volgende wedstrijd voor ons is tegen Bayern Leverkusen. de eerste Champions League wedstrijd, onze eerste Champions League wedstrijd in de groepsfase met AS Monaco. we hebben vaarwel natuurlijk vorig seizoen gewonnen. hopen dat de BC ook een goede start maakt met AS Monaco in de Champions League tegen Leverkusen. dat zou toch wel kunnen. maar goed, dat zien we zo meteen dan nou wel weer. hier is met deze wedstrijd even goed uitziet te spelen. want ja, het is ook niet gewonnen. want Paris Saint Germain Komt ook in de laatste uur meer uit dan in de eerste helft. En drommel heeft de bal uiteindelijk hier klem. Dat is uh, bijna fout gegaan daardoor de doelman Joel Drommel. Hier voor Kennedy. En dan wel richting Robert Bozunique. Geubels, goed bereikt. Geubels terug naar achteren. Bozunique terug naar Geubels. Die raakt de bal dan op zijn we bijna kwijt. Fred, Bozunique. Bozunique schot geblokt. Opvangen door Fred weer. Fred voorzet. En die komt bijna aan bij uh, Geubels. Uiteindelijk is het Fred opnieuw, maar nu geeft hij nog de hoekschop voor ons, dus het scheelt. Wissel ook aan de kant van Aas Monaco. En nee, geen hoekschop. Oké, okay. jammer. Laten we nog raken door een verdediger, schijnbaar niet. Naar nou, de laatste minuut, tikken weg. Hoeveel minuten gaan we erbij krijgen in de, deze wedstrijd? We gaan er twee minuten bij krijgen. Het lijkt dus wel dat we hier gaan winnen met 4-2 van Paris Saint-Germain. Het ja, was een hele spannende wedstrijd, met name de tweede helft. was spannender. Hier komen we zien op de 5-2 in de laatste minuut. De Geubel, Xavi Simons en de herinnering van de doelman. En dan is het voorbij. Oh, mag die Hoekselen nog komen? Die hoekschop mag nog. Dat zou echt de laatste kans zijn voor de 5-2. Kopbal niet. En dan wel voor de voeten hier van Fred. En dan hier voor de voeten van Xavier Simons weer. Zal hem uithalen. Doet, wel, doet het te lang over. Dan is het klaar. Dan is het klaar. We winnen met 4-2. Gaan we ons focussen op de volgende wedstrijd. De wedstrijd in de Champions League. De eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Hopen dat we een goede start kunnen maken met Aas Monaco in de Champions League. We gaan het zien. We gaan het allemaal zien. Drommel moet natuurlijk nog wennen bij zijn club. Twee dubbelden tegen geregend. Voor de rest een aardig wedstrijdje gespeeld. Hopen dat hij tegen uh, Bayern Leverkusen het beter doet. We zitten bij Barcelona en Zagdad uh, uh, Donetsk. Volgens mij heet die ploeg. Volgens mij wel hè. Maar ja, Barcelona is het moeilijkste van de, van de, van de drie. Zagdad Donetsk is daarentegen de makkelijkste. Bayern Leverkusen kan hem zeggen ook nog. Alleen Barcelona is dus de grote test voor Van Persie als coach zijnde. Om tegen die tegenstander te spelen. Dat hebben het met Feyenoord ook tegen hun gespeeld. Ik heb geen idee meer. In ieder geval, voor mij wel, hè, met Feyenoord. Ja. Maar goed, we gaan nu kijken wat we met Aas Monaco, zometeen, de volgende aflevering denk ik, tegen Barcelona kunnen gaan doen. Eerst maar even tegen Leverkusen een goed resultaat zien te verslaan. Bayern 0-4 dat is ook wel genoemd. En hier gaan we de opstelling eens een klein beetje aanpassen. Sangrega en George gaat erin komen. Even kijken, we hebben nog meer. Dat is de eerste aanpassing ook, dat linksachter wordt vervangen. En dan gaan we beginnen aan de wedstrijd. We zien hier de spelers. We gaan de opkomst zien van de spelers. Gravenberg speelt hier, ze zien we even snel op het eerste oog. Bij Bayer Leverkusen. hij is de aanvoerder daar. Dus het is een paar bekende namen. Dat wel bij Leverkusen. Dit is onze elf natuurlijk. Ook wel heel natuurlijk verrassende en goede namen. En we gaan dus kijken wat het uh, voor de rest allemaal gaat worden. Wordt het een goede wedstrijd? We gaan het allemaal meemaken. Hier zien we de spelers. Ook aan de handen geven. Hier zien we Bayer Leverkoersen. De opstelling van Bayer Leverkusen staat als volgt zoals hier kunnen zien. Gravenberg, dat is een verrassende naam. We hebben Digne, we hebben Asprili Kweta natuurlijk hier. En de elfen van AS Monaco als volgt. Drommel, Philippe, Boznik. We zien allemaal spelers die we natuurlijk kennen. Een aanpassing dus. George, uh, ja, George in de links. op de linksachterpositie. achterpositie. En de enige aanpassing tot nu toe in deze wedstrijd, deze opstelling. En we zijn eraan begonnen. Kennedy. George, 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 Fofona. Weer aan de basis. Scoorde de 1-0 tegen Paris Saint-Germain. Berghuis wordt bedreigd. Bedreigd? Bereikt. Bozjanik. Robert Bozjanik. Richting Bazour. De eerste kans: Bazour. En het is ook gelijk de 1-0 voor uh, AS Monaco. Het is Richetli Bazour. Die is de eerste mag maken voor AS Monaco in de Champions League. En 1-0 voor hem dus. Voor de ploeg van Van Persie. Al vroeg in de wedstrijd. Een goede start voor de uitclub. De uitploeg. Het uitploeg, hoe je het ook wil zeggen. Het is uh, Bazoor met de 1-0. Maas Monaco is sterk. Begint sterk met die 1-0 van, Bo ba van Bazoor. Boznik hier, kan de bal niet controleren. Bal blijft dus nu voor Bayern Leverkusen. Dus Het is een harde ingreep van Boznik. Toch nog doorgespeeld. Kennedy. Kennedy terug naar Boznik. Nee, gaat naar de flank. George nu in één keer door. Terug leek het naar Boznik. Bazoor liep ook nog in de buurt. Wat eigenlijk in de handen van de doelman is dus... Uh, de bal nu voor uh, Leverkusen. Amiri, als ik het niet weet. George. Bazoer. En de bal nu voor Amri. Door het uitkijken geblazen. Want uh, Leverkusen komt weer uit. Twee minuten gespeeld. George. Zet het druk. Lukt niet. Nog steeds de bal bezit hier. Barend. Ja, hele moeilijke naam uit te spreken. En onderscheidt dan uiteindelijk. Bazur. En nu de countermogelijkheid. Bazur. Bazour, daar lopen twee spitsen naar voren. Bozjanik hier aan de bal. Bozjanik en Bazour nu ook meer naar voren. Bazour, Bozjanik vraagt om de bal, maar de bal wordt verdedigd. Hier de bal bij Kennedy terechtkomt. Kennedy, Bazour, Bazour, Bozjanik. En het is de 2-0 voor AS Monaco. En het is Robert Bozjanik die hier AS Monaco op een 2-0 voorst moet zetten. En weer hij de spits die o oh zo belangrijk is in deze wedstrijd. Tegen Paris saint ook, maar hier ook met de 2-0 scoort de spits tegen uh, Bayer Leverkusen. Zo komt dus voor de 2-0 voorsprong voor A.S. Monaco. Fofona. Fofona van afstand en de redding van de doelman. Niet alles gaat erin natuurlijk. Hoekschop wel voor A.S. Monaco. Hier zien we het nogal als de redding van de doelman op het schot van Fofana, Fofona. Fofona. Hoe ze wordt genomen. één keer. Louis-Philippe met de omal die hij probeert. komt terug nu hier voor. Uh, Geubels. Geubels. Bazur. Bazur. Bijna voor zijn tweede. Maar hij krijgt hem niet in. Zo vlak voor rust. Al een paar keer de kans voor de 3-0. Maar Aas Monaco. Is sterk. Maar we krijgen hem helaas niet in. Gravenberg. Ameri. Toch nog steeds bij Die Af en toe. Het toch wel langzaam aan het uitbreken te komen. En dan moeten wij natuurlijk vooruitkijken. kijken. een met Denson. Goede paas. Uitkijker geblazen, Nu drommel. Goede reactie van Joel Drommel. En Berger had de bal dan weer kwijt. Dus, dus nu weer de kans voor bijleverkoers. Nu goed verdedigd uiteindelijk. bazoer. En een goede paas. En ik het door op uh, Bozeniek. Nou, dat heeft geen buitenspel, spel Dan komt er een volgende kans op vlak voor rust. dan Misschien nog wel. Bozeniek dan. Geeft de bal voor. Richting Geubels voor de 3-0. En nee, die schiet hij over. Hoe kan je die bal overkrijgen? Maar goed, ondertussen minuut 60. En nog steeds die uh, 2-0. Uh, Voorsprong voor Aas Monaco natuurlijk. De het van Bazour en Bozeniek. En hier de bal voor dezelfde Bozeniek nu. Die op jacht gaat naar de 3-0. Robert Bozeniek voor, voor zijn tweede. Hij draait weg. Geeft de bal af. Richting Berghuis. Berghuis controleert. Voorgeven. Die raakt de bal nu kwijt. Steven Berghuis. Dat is wat minder voor hem. Aspilicueta en Amiri. Dus de bal dus nu weer. Hier uiteindelijk weer voor, voor Fofona. Fofona. Mi, Milisson. Eh, de bal weer... In de aanval. Ja, dan binnengehouden. Oké, okay, er wordt uitkijker geblazen nu voor uh, Aas Monaco. Dan komen ze eruit. En goed, goede nog onder de verdediger. Zo is het dus. Uh, de hoek, waar niks uit kwam Ondertussen de laatste 20 minuten. Nog steeds de 2-0 voorsprong. En ja, toch Aas Monaco die steeds bij is te gaan. Naar de 3-0. Hier dan misschien weer Bozerniek. En nu is het wel raak. 3-0, Robert Bozerniek. En hij scoort voor Aas Monaco. De 3-0. De beslissende, zou je wel kunnen zeggen. De beslissende 3-0. Het is weer Bozerniek Haat. Hoe vliegt om de arm de man die mag invallen. En dit is dus hier op een belangrijk moment, laatste kwartier van de wedstrijd, de 3-0 voor Aas Monaco, waar ook Dijkstra binnen de lijnen komt voor verliepen. Uh, Louis Louis verliepen moet ik het goed zeggen. Amiri, laatste 10 minuten van de wedstrijd, nu weer toch bij Leverkusen meer nog op jacht te gaan naar de 4-0 of naar de 4-0 naar de 1-3, kun je beter zeggen. Lukt ze dat ook dan? Nee, want verdedigend staat Aas Monaco perfect. En nu kunnen wij op ja gaan naar die 4-0. En die bal komt weer aan bij Robert Boznik. Die die zijn dus een hatterick maakte Robert heeft er al twee gemaakt. En geeft de bal in ieder geval af. Kan ook. Hatenboer en dan Hatenboer. Schiet de bal uiteindelijk nog binnen voor de 4-0. De invaller. 4-0 voor Aas Monaco. En het is Hans Hatenboer. Die zijn doelpunt ook maken in de Champions League. Groepsfase. En dat is dus de 4-0. En ook hij. Maar dat is een doelpunt binnenprik. Ik zei het al. Laatste minuut. Hoeveel extra tijd gaan we krijgen? De hoekschop is hier genomen door. Door leven Leverkusen. Twee minuten extra tijd. Kan die in de twee minuten extra tijd nog een verrassing komen? Want Berghuis komt hier zomaar. Ontsnapt er dus lang. Steven Berghuis. Dat zou echt de laatste kans zijn. Berghuis zet het tot het lopen. Berghuis en het is uh, 5-0. Het is beslist. Het is beslist. Door de voeten van Steven Berghuis. Het is uh, 5-0. Hij komt nog door de verdediging. Door die, door die hoekschop eigenlijk. Hij staat helemaal open. En hebben dus de wedstrijd gewonnen met 5-0. Zit deze wedstrijd erop. Gaan we door naar de volgende wedstrijd. doen. die gaan we simuleren. Twee wedstrijden of één wedstrijdje. Die we gaan simuleren. Nee, twee gaan we simuleren. Deze wedstrijd en de wedstrijd daarna. Renes is de vo is tegenstander. Daar gaan we een kleine aanpassing doen. Ik ga even kijken. Aanvallende aanpassingen doen. Bosnië krijgt rust. En ook Geubels krijgt rust. En dan gaan we met die twee spelers die nu op die plek staan de wedstrijd spelen. En dan winnen we 2-0. Twee keer bazoer met zijn doelpunten. En nu door naar de volgende wedstrijd. De laatste wedstrijd van deze aflevering. Die we gaan simuleren. Morgen dus weer de spelen square mode. Waar we ook drie wedstrijden gaan spelen. Vier gaan spelen, één simuleren. Uh, drie gaan spelen, één simuleren. Deze wedstrijd verliezen we met drie. Twee. Dat is wat minder. We moeten dus de volgende wedstrijd een goede wedstrijd zien te spelen. En hopen dat dat gaat lukken. Uh, oh ja, ik ga ook het spelers toevoegen van het National Elftal. Jullie gaan de volgende aflevering zien wie ik allemaal heb opgeroepen. Ook een paar natuurlijk verrassende namen. Jullie zien de volgende aflevering. Mets is de eerste volgende wedstrijd. Ik ga me voor het kijken naar deze video. Druk met Diamond duimpje gedaan. En dat is zeker zo tijd dus als nu. Later.